Ik vind het altijd leuk om in contact te komen met de supporters. Hè. Dat is de club waar de club op leeft, waar de club het van moet hebben. Feyenoord is een club met enorm veel historie, enorme achterban. Ja, en als je daar dan mee in contact kunt komen, net als op een open dag of op zo'n supportersavond, dat is hartstikke leuk. We hebben als algemene doelstelling dat je als club, dat bedoel ik met name de spelers en staf en dergelijke, dat je toch toegankelijk, aanraakbaar moet zijn. Dat is denk ik ook de kracht van deze club. En daar past een open dag in, daar past een voetbalpark in zoals we pas hebben gehad. En daar past ook zo'n supportersavond in zoals wij nu vanavond organiseren. Wedstrijd commentaar doen samen met Karim El Amadi, dat moet wel heel mooi zijn. De beste speler van Feyenoord, zeker dit seizoen helemaal natuurlijk. Ik heb hem morgen vanavond die bijtekend. Ja, voor mij kan het niet beter. Vanavond kan het niet meer stuk. En wat voor antwoord gaf hij daarop? Hij blijft graag bij Feyenoord, zegt hij. Hij zegt, voelt zich goed. De club wil hem graag en hij wil zelf ook graag blijven. Dus ik heb een goed gevoel erbij. Heb jij die schitterende wedstrijd tegen Ajax ook weer helemaal herbeleefd? Tuurlijk, altijd. Ik blijf er altijd aan denken. Gaat nooit meer weg. Je ziet hoe dat jongetje en met zijn vader eigenlijk. Zo kan je wel eigenlijk een beetje zien hoe het er echt gaat, weet je, als ze voetbal aan het kijken zijn. Dus, het is alleen maar mooi als je ziet hoeveel mensen daar zo op reageren. Is je afgelopen zaterdag niet dat er nog één goal bij moest? Nee, ik wist wel dat we zoveel mogelijk moesten scoren. Maar niet dat als we nog één goal zouden scoren, dat we dan boven AZ zouden staan. Dat wist ik niet. Ik dacht eigenlijk alleen aan de 3 punten. Persoonlijk. Nou ja, dat is ook wel wat waard natuurlijk. Wat vind jij van de volgende wedstrijd tegen Den Haag? Ja, ik hoop dat we 3 punten gaan halen en ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Als je dan het veld komt, Bruno Martens en die. Wat vind jij daarvan? Ja, het is heel mooi dat de supporters dat voor mij zingen. En ik merk dat ze er zelf ook trots op zijn. Wat vind jij nou van het feit dat er allemaal meisjes rondlopen hier? En dat die met mij niet op de foto willen, maar met jullie wel. Wat vind je van dat soort klassejustitie? Ik moet zeggen, die vraag heb ik vandaag nog niet gehad. Maar ik denk als jij je charmes in de strijd gooit, dat jij ook heel eind moet gaan komen hoor. Dankjewel. Maar Bruno Martins is klaar voor het Nederlands elftal of niet? Ik ben er klaar voor. I'm feeling sexy and free. Like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. Ooh, 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 ooh. My world until the sunlight. Take the moonlight. Take me down like I'm a Ja, is mooi. Ja, natuurlijk, elk thuisshirt is natuurlijk gewoon rood-wit, maar ja, ze hebben wat speciale dingen eraan gedaan. Het gouden bijvoorbeeld, dus ze had wel speciaal om de eer eigenlijk te krijgen om het nieuwe shirt te promoten. Wat vind je van het uitshirt? Want we hebben het ook wat andere mensen gevraagd, supporters, die waren er echt lovend over. Ik vind het ook mooi. Ik zag het net bij Ronda voor het eerst. Het is een mooie kleur, goede uitstraling denk ik, dus past wel bij ons.